Ik snap echt soms de optiek niet van heteromannen over wat romantiek nou eigenlijk inhoudt, hoor. Dus ik zal even een voorbeeld geven. Ik zat, vorig jaar zat ik een maand op Curaçao voor filmopnames. En ja, gewoon een Sinterklaasfilm, hoor, daar gaat het verder niet om. Nee, en ook nog zo'n film dat dan opeens hadden we al 2 of 3 draaidagen gehad. En toen werd opeens duidelijk dat Rita Verdonk de minister-president ging spelen. Denk je dat je in een leuke familiefilm zit, zit je opeens in de kinderfitna. Maar goed. Maar goed, toen deelde ik dus de hotelkamer met een figurant. Een foutje in de planning, denk ik. Maar goed, dat geeft verder niet. Ik ben heel gewoon gebleven. En ja. En de figurant, dat was Bob. En Bob, die had net 3 maanden verkering met Jolanda. Die hadden al op Schiphol handje, bloemkooltje, en over die wangen een roosje en een beertje. En als dan kopgluiven bij die koffer innamen. Weet je, was gewoon dat ik bij mezelf denk, jongens, hey, ik vind het prima dat je hetero bent. Maar moet je dat nou allemaal zo uit gaan lopen dragen? En goed, dus Bob die ligt s'avonds bij de hotelkamer en dus een 2-persoonsbed. Die ligt naast mij zo in bed, die doet het licht uit. En die zegt, om even aan te geven hoe hetero's over romantiek denken. En die zegt, ja, je hoeft niet bang te zijn, hoor, dat je wat voelt, bewegen of zo. Want ga mijn eigen maand lang niet aftrekken. Dat bewaar ik allemaal voor Jolanda. Alsof die Jolanda dan na een maand zal zeggen, ach, lieverd, hartstikke bedankt. Wat een leuk gebaar. Is het allemaal voor mij, schat? Nou, ik had liever iets van de tax-free shop gehad, maar dit is toch... Nee, echt hartstikke leuk, lieverd.